Wat voelt jouw soulmate voor jou? Metamorfose. Een mooie soulmate kaart. Mooie verandering, transformatie vindt er plaats. Dus een mooie groei in de gevoelens, in de emoties. En we hebben een obstakel met de berg. Dus op de een of andere manier kan dat gevoel niet echt tot uiting worden gebracht. Dus vandaar ook waarschijnlijk dat je deze video kijkt. Om erachter te komen wat jouw soulmate nou eigenlijk voelt. Veranderingen komen eraan en ik denk dat die veranderingen ook al plaatsvinden op dit moment. Metamorfose, staven 5. Dus er gebeurt van alles op het moment. In de energie. Ook die berg is aan het veranderen. En er komt een heel nieuw begin aan met de dwaas. Dus nieuwe een hele nieuwe reis die jullie gaan beginnen samen. De gevoelens zijn veranderd, de gevoelens zijn heel erg gegroeid. Zeker in de laatste tijd, in het laatste afgelopen half jaar zijn die gevoelens heel erg gegroeid. Zijn sterker geworden, zijn veel stabieler geworden. Dus de liefde, de aantrekkingskracht die er was, is nu heel erg stabiel geworden. Het is nu een hele gelijkwaardige relatie, connectie. Gevoelens zijn wederzijds. Dus de dingen, gevoelens, emoties die jullie voelen, die voelen jullie allebei. En ik zie dat er een hele hoop is gebeurd tussen jullie. Dat jullie veel hebben meegemaakt. Dat de relatie ook helemaal is geëindigd. Alles is eigenlijk ingestort geweest. Doordat deze persoon die gevoelens niet kon uiten. Dus die groei die kon er niet plaatsvinden. En nu door die veranderingen die er zijn. Door die transformatie, die metamorfose. Zien we die groei dus wel gebeuren. En is die, die gelijkwaardigheid die er niet was, die balans die er niet was, is nu veranderd naar juist een hele mooie balans en een mooie stabiliteit. En beide personen krijgen dus nu wat ze willen. Jij en jouw soulmate krijgen beide de wensvervulling. Dat jouw soulmate heel veel aan jou denkt. Is heel veel met jou bezig. Alleen maar aan het denken. Aan het denken ook aan die gevoelens die er zijn. Van hoe kan dat nou? Ik kan alleen maar aan mijn soulmate denken. Ik hou zoveel van hem of haar. Hij of zij is zo mooi. Het beste wat me ooit is overkomen. Jouw soulmate
Denk dat jij boos gaat doen als het contact er komt? Dat je boos gaat doen, ruzie gaat maken. Maar toch komt die communicatie er. Want jouw soulmate kan niet meer zonder jou verder leven. Heel erg verdrietig zonder jou. Niks lukt, niks heeft kleur, nergens zit plezier in. Is alleen maar aan het wachten tot jullie weer verder kunnen gaan. En dat blijft zo tot het moment dat die communicatie gaat komen, dat het contact terugkeert. En in die communicatie wordt de liefde besproken, wordt jou de liefde verklaard. Het is heel emotioneel. Het gesprek is heel emotioneel. En ook de tijd erna. Want die gevoelens die gaan zo diep en deze persoon is niet meer bang om die gevoelens te laten zien, te bespreken. Hij heeft nu ingezien dat de emoties verbergen en begraven, dat dat geen zin heeft. Dat het er alleen maar voor zorgt dat er heel veel stress komt en pijn en verdriet zelfs. Dus deze persoon heeft geleerd om de gevoelens te uiten. En doet dat nu eigenlijk continu. Dus je kan verwachten dat elke dag jou de liefde verklaard wordt. Elke dag wordt gezegd hoeveel je soulmate van jou houdt. Bij jou wil zijn. Voor altijd samen wil zijn. Supermooi. Voor het aanvragen van een persoonlijke reading kun je een kijkje nemen op mijn website. En voor nu laten we het hierbij. En zie ik je heel graag de volgende keer weer terug. Oké. Dag.